Duizend zwammen en boleten in de Vlaamse bossen. De door de augustusregen overgoten julizon zorgde voor een prima paddenstoelentijd. Een buitenkant voor de allerkleinsten. Want in het land van ploppers en smurfen blijft alleen de echte kabouter onbereikbaar. En onversaagd trokken de leerlingen van de Sint-Pieterschool in Korbeek-Loo ten strijde voor de laatste kleine man. Zoveel paddenstoelen zijn in het bos, dan zijn er ook veel kabouters. Die hebben kleine hoed. Die is hoed. En die hebben kleine voetjes. En die hebben een mooi rond gezichtje. Met de pintnits. Die slapen op het mos. Niet dus, want ik kan... Dat beweegde zo. Wij hebben kaboutertjes. Wij hadden lichtjes in branden. En wij denken dat dat een kaboutertje is, maar we weten dat niet. We zijn de rustig naar toe aan het stappen om eens te kijken of het kaboutertjes zijn. Oké. We zijn er bijna. Nog rechtdoor. Die kunnen wel 100 jaar worden. Ja, maar die zijn al 100 jaar, die zijn zelfs al meer dan 100 jaar dan. Zie je die takjes daar? Daar zagen wij dat lichtje branden. Maar eerst moeten we de toverspreuk nog zeggen. Mo, kru, kru, bo. Moet schreeuwen, dan wordt die wakker. Hallo! Ik weet niet waar het deurtje is. Dan zit de meest. Of een kabouter. Zie je er een? Nee, ik zie niet. Maar ik ben wel aan het inbreken. Ze zijn niet thuis. Ze zijn gaan winkelen. Dus we moeten alleen maar de winkel. Hier is de winkel. Nee, hier. Want daar lopen mierenen al. Ja, maar hier. Zou de mierenen eten zijn? Misschien ook niet, hè? Ja, dat is de buiten eettafel. De buitentafel. Daar kunnen veel genoeg aan zitten van de hele familie.